het belangrijkste is dat die Invader een spannende anti-heldenverhaal is. Het is natuurlijk een Afrikaan die op zoek komt naar paradijs, naar de grote droom in Europa, op zoek naar liefde. Ik vind dat de anti-held het mooiste filmpersonage is en die het dichtst aanleunt bij de echte mens, omdat hij vol contradicties zit. En dat vind ik zeer ontroerend. De klassieke film was voor mij experimenteel. En ik had al een eerder mooi werk gemaakt met Issaka Sawadogo uit Burkina Faso. En toen dacht ik van ja, de eerste speelfilm, dan schreef ik die voor hem op maat. Zo is het idee ontstaan voor die Invader. Issaka is in het echte leven de sterkste mens die ik ooit ontmoet heb. Dus dat was niet moeilijk om zijn charisma daar te laten gelden. Ik zie de film bijna als een western. Van iemand die in de nieuwe wereld terechtkomt, misbruikt wordt door een groep waarvan hij zich probeert los te maken, wordt verliefd op een mooie rijke vrouw. En als hij achter zijn ware identiteit komt, dan dumpt ze hem en dan slaan de stoppen door voor hem en neemt hij wraak op de slechte mensen.